van een mysterieuze 99 miljoen jaar oude slang gevonden in barnsteen tot de fascinerende ontdekking van 's werelds eerste databestanden in kleiballen. Hier zijn enkele vreemde ontdekkingen gevonden op al even vreemde plaatsen. Maar wat ze in deze boom ontdekten, schokte de hele wereld. Yeah! 10. Oude Keltische vrouw gevonden in boomkist. Tijdens bouwwerkzaamheden aan het Schulhaus Kern in Zürich in 2017 stuitten arbeiders op een wonderbaarlijke vondst. Het was de kist van een Keltische vrouw die in 200 voor Christus was begraven. Het fascinerende aan de vondst was dat haar kist eigenlijk de uitgeholde stam van een boom was. De Keltische vrouw, die 2200 jaar geleden ter ruste werd gelegd, was gekleed in schapenwol, een sjaal en een schapenvacht, wat suggereerde dat ze iemand van hoge status was. Onderzoek wees uit dat de vrouw slechts 40 jaar oud was toen ze stierf. Naast haar kleren waren er ook sieraden zoals een blauw en geel halssnoer van glas en barnsteen, bronzen armbanden en een bronzen riemketting versierd met hangers. Na analyse van haar resten nemen archeologen aan dat ze niet gewend was aan fysieke arbeid en een rijk dieet van zetmeelrijk en gezoet voedsel at. 9. Overblijfselen van koning Richard III gevonden onder een parkeerplaats. Het is ondenkbaar dat de resten van een Engelse koning zouden worden gevonden onder een parkeerplaats, maar dat is precies waar Richard III werd gevonden. Het graf van Richard III, ook wel de verloren koning genoemd, werd nooit gevonden, hoewel velen meenden dat hij na zijn dood bij de slag bij Bosworth door de Grijze Broeders, een heilige Franciscaanse orde, in hun broederkerk was begraven. In augustus 2012 was het Looking for Richard project succesvol in het ontdekken van de overblijfselen van Richard onder een parkeerplaats in Leicester. Nog fascinerender was dat de opgraving ook de resten van de kerk van de Grijze Broeders aan het licht bracht. De archeologen vonden 6 uur na de opgraving een skelet en wisten toen nog niet het belang van wat ze gevonden hadden. Na een onderzoek van 5 maanden bevestigde de Universiteit van Leicester dat het skelet inderdaad Richard III was, met een nauwkeurigheid van 99,999%. 8. 99 miljoen jaar oude babyslang gevonden in barnsteen. In 2018 groeven wetenschappers de oudst bekende versteende babyslang op, die volgens hen inzicht zal geven in de evolutie van de soort. De in Myanmar ontdekte jonge slang was ingekapseld in barnsteen of gefossileerde boomhars en bleek 99 miljoen jaar oud te zijn. De nieuw ontdekte soort, Shellfish myanmarensis, bestond al voor de heerschappij van de Tyrannosaurus rex. De slang werd gekoppeld aan oude slangen uit Argentinië, Afrika, India en Australië en werd beschouwd als een belangrijke en tot nu toe ontbrekende componenten om de evolutie van slangen te begrijpen. De ontdekking bewijst dat slangen ecologisch diverser waren dan eerder werd aangenomen en geeft buitengewone en verrassende inzichten in de ontwikkeling van een van de meest succesvolle en iconische diergroepen in de natuur. 7. Oude bron ontdekt in de woonkamer van de mens. Er is altijd wel een verzakking in een oud huis, maar de put in de vloer van het huis van Colin Steer in Plymouth, Devon, verborg een fascinerend geheim. Colin werd gevraagd te ontdekken wat precies de verzakking in de vloer was. Je zal niet geloven wat hij aantrof. Na 3 dagen achter elkaar graven tot een diepte van 5 meter, legde Colin een middeleeuwse put van 10,05 meter bloot, die dateert uit de 16e eeuw. Nog schokkender was wie de put had gebouwd. Het was niemand minder dan Sir Francis Drake die hem aanlegde om water te vervoeren van Dartmoor naar Plymouth. De put werd in 1895 gevuld. Colin verklaarde dat hij altijd van plan was geweest de depressie in zijn woonkamer op te graven om te zien of ik op de bodem een pot met goud kon vinden. Nou, Colin ontdekte geen pot goud, maar naast de oude put vond hij ook een ring, een munt en een 16e eeuwse boerenzwaard. 6. Een oude walvis ontdekt tijdens de aanleg van een spoorlijn in Vermont. Een oude walvis is het laatste wat je zou verwachten bij de aanleg van een spoorlijn, maar dat is precies wat er in 1849 gebeurde. Terwijl een spoorlijn werd aangelegd om de stad Charlotte in Vermont te verbinden met de stad Burlington, ontdekten arbeiders tot hun grote verbazing het grootste skelet dat ze ooit hadden gezien. Het skelet was gigantisch groot, bijna 6 meter, en het was niet van een paard of een ander landdier, want niets kon zo groot zijn. Daarbij kwam ook nog dat er geen botten van benen werden gevonden. Pas toen archeologen ter plaatse kwamen, werd het grote skelet geïdentificeerd als een 11.000 jaar oude walvis. Hoe kwam een walvis in het binnenland terecht, 400 kilometer van de oceaan? Wel, het toeval wil dat de walvis ooit in het gebied een te ondiepe rivier is ingegaan en is vergaan. De walvis kreeg de naam Charlotte en haar ontdekking was te danken aan een verschijnsel dat glaciale terugslag heet, waarbij eerder vergletsterd terrein terugveert zodra het gewicht van het ijs verdwijnt. 5. Het monster van Tully.
Heb je ooit gehoord van het monster van Tully? Nou, het monster van Tully was een uitstekend bewaard gebleven dier met een week lichaam dat tevoorschijn kwam in een natuurlijk gebroken steen, ontdekt door Francis Tully in de jaren 1950. Het fossiel maakte deel uit van de beroemde fossielen van Mason Creek in Illinois, waar in de jaren 1800 de eerste ontdekkingen werden gedaan tijdens de kolenwinning. Het monster van Tully, ook wel bekend als Tully Monstrum Gregarium, is nu officieel het staatsfossiel van Illinois en tot nu toe weet niemand wat het is. Het wezen bleek twee ogen op steeltjes te hebben, een gesegmenteerd lichaam en een vinnenstaart en is een paar centimeter lang. De rotsachtige omgeving waarin het werd ontdekt suggereert dat het een tropisch roofdier in ondiep water was. 4. De haarspeld van Catharina de Medici. Tijdens de restauratie van het paleis van Fontainebleau in Parijs deden arbeiders de ontdekking van hun leven toen ze in een gemeenschappelijk toilet stuitten op een haarspeld van Catharina de Medici, koningin van Frankrijk in de jaren 1500. De haarspeld, met een lengte van 9 centimeter, was duidelijk herkenbaar aan de ineengesloten C's en de witte en groene kleuren van Catharina. Het echte mysterie is echter hoe de haarspeld in het gemeenschappelijk toilet is terechtgekomen. Catherine had als koningin van Frankrijk vrijwel zeker haar eigen koninklijke toilet en daarom was het wat vreemd om deze speld in een gemeenschappelijk toilet te ontdekken. Catherine, die van 1547 tot haar dood in 1559 getrouwd was met koning Hendrik II, zou een enorme collectie sieraden hebben gehad, maar daarvan is nooit iets ontdekt. 3. De eerste databestanden ter wereld in kleiballen. In 2013, toen in Iran honderden 5500 jaar oude Mesopotamische kleiballen werden ontdekt, wist niemand echt wat ze waren of wat erin zat. Toen onderzoekers ze uiteindelijk gingen bestuderen met CT-scans, ontdekten ze tot hun schrik dat de ballen kleine voorwerpen van verschillende geometrische vormen bevatten. De voorwerpen waren in doek gewikkeld voordat ze in de ballen werden geplaatst en vervolgens gevuld met een bitumineuze vloeistof. Wetenschappers denken nu dat ze 's werelds eerste opslagmedium kunnen zijn dat aanwijzingen bevat voor een verloren gegaane code die ongeveer 200 jaar voor de uitvinding van het schrift werd gebruikt. De ballen variëren van golfbal tot honkbalformaat. Wat de wetenschappers verbaast is het feit dat er in Schotland ook meer dan 400 uit het Neolithicum gehouden stenen ballen zijn ontdekt en dat er duizenden kleiballen zijn ontdekt in de oude Neolithische stad Atalhöyük in Turkije. Is dit gewoon toeval of gebruikten volkeren over de hele wereld dezelfde technologie? 2. Een schat aan katholieke relikwieën onder vloerplanken. Arbeiders die de balken van een 500 jaar oud middeleeuws huis in Engeland repareerden, hebben bij toeval een unieke ontdekking gedaan. Toen ze de vloerplanken van Oxburgh Hall in Norfolk verwijderden, vonden ze tot hun schrik verschillende stukken linnen uit het Elisabethaanse tijdperk en de resten van eeuwenoude katholieke teksten uit 1558, een periode waarin Elizabeth I de uitoefening van godsdienst verbood. De voorwerpen werden kennelijk verborgen gehouden onder de vloer om confiscatie door de autoriteiten te voorkomen. De ontdekking werd gedaan door archeoloog Matt Champion van de National Trust toen het gebouw, dat in 1476 door Sir Edmund Bedingfield werd gebouwd, tijdens de lockdown werd gerenoveerd. 1. Stucky de hond. Als je een boom omhakt, verwacht je niet dat je binnenin iets belangrijks vindt. Maar kijk eens naar deze thumbnail-afbeelding van vandaag, waarop een man naast een omgehakte boomstam staat en gelooft nooit wat hij binnenin aantrof. Het was op zijn zachtst gezegd schokkend en huiveringwekkend. Mocht je je afvragen wat er precies in die boomstam zat, wel, binnenin zaten de perfect gemummificeerde resten van een hond die archeologen Stucky noemden. Een jachthond kwam op de een of andere manier vast te zitten in de holle stam van een eik, die helaas zijn doodskist werd. De arme hond probeerde eruit te klimmen, waarschijnlijk klauwend en vechtend voor zijn leven, maar hoe meer hij zich inspande, hoe groter de greep van de boom werd. Het was als een houten beknelling tot de hond niet meer kon vechten en uiteindelijk opgaf en een deel van de eik en een mummie werd. Onderzoek wees uit dat de hond 20 jaar lang in de stam vastzat, totdat in de jaren 80 een houthakkersploeg de eik omhakte en de gruwelijke ontdekking deed. Was dat niet griezelig? Stel je voor dat je 20 jaar vast zit in een boom. Best angstaanjagend, nietwaar? Vertel het ons in de comments en vergeet je niet te abonneren op dit kanaal.